Hallo, hallo, hallo. Vandaag spreek ik alweer een hoofdstuk uit mijn boek. Ik wil een brood. Gisteravond was de boekvoorstelling, 6 augustus. Het was superleuk. Toch in het 50-60-tal man die gekomen zijn. En voilà, dus vandaag bespreek ik hoofdstuk 3. Ik heb al hoofdstuk 1 besproken, hoofdstuk 2 besproken. En vandaag hoofdstuk 3. En het zal waarschijnlijk ook een vrij lang hoofdstuk zijn. Dus mensen die willen genieten en wat kijken, doe maar. Dus hoofdstuk 3 over de behoeftes. Ik weet eigenlijk nu nog niet wat behoeftes of behoeften zijn, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Wat ik eigenlijk vooral gemerkt heb doorheen het nuchter leven, is dat wij als mensen eigenlijk allemaal verschillende behoeftes hebben. En ik ben eigenlijk vooral begonnen met heel mijn verhaal door te stoppen met drinken. Maar de meeste mensen die drinken, die alcohol drinken als vlucht van zichzelf, is omdat een bepaalde behoefte niet wordt ingevuld. En als je gewoon zegt aan iemand, waarom drinkt hij of wat miste jij? Dan is dat moeilijk om daarop te antwoorden. Dus het is eigenlijk belangrijk om daar als het ware zo'n soort lijst te vinden van wat zijn eigenlijk alle menselijke behoeften. En ik heb eigenlijk dus een lijst gemaakt met alle behoeften dat wij hebben als mens. Eerst en vooral, een kind heeft zeer veel behoeftes. Echt zeer veel, een stuk of 50. Een volwassen persoon heeft eigenlijk op zich nog maar een vijftal basisbehoeften. En eigenlijk als volwassen mensen hebben wij veel wensen. En dat is al zeer belangrijk. En de meeste volwassen mensen die leven eigenlijk, zeker niet slecht bloot, maar met kinderlijke behoeftes. Omdat ze als kind dat niet ingevuld gekregen hebben, hebben ze dat hele leven opgezocht in een buitenwereld. Natuurlijk om te gaan weten wat dat eigenlijk mist in je leven. Om te weten wat dat eigenlijk mist in je leven. Ik zie dat de verbinding niet altijd even goed is. Ik ga gewoon anders binnen verder doen. Ik ga jullie meepakken naar binnen, zo, waar dat de wifi wel goed is. Hupsakee. Ik denk dat het hier beter gaat zijn. Ik ga een lichtje aanzetten. Voilà. Ik zal hier verder doen. Ik denk dat hier de verbinding beter zal zijn. Ik zal het kijken bij het nest goed weer. Hè. Dus wat zijn eigenlijk alle menselijke behoeftes? En de verbinding is goed, zei ze. Maar ja, oké. We doen verder. Wat zijn eigenlijk alle verschillende behoeftes? Kijk, ik heb hier eigenlijk allemaal opgeschreven. Het zijn alle behoeftes. En de mensen die op de lezing gisteravond waren, die hebben gezien dat we die oefening gemaakt hebben. En wat houdt eigenlijk die oefening in? Is eigenlijk moet je gaan onderzoeken bij jezelf welke behoefte dat wel is ingevuld en welke niet. En achter elke behoefte staat er een cijfer. En eigenlijk moet je de huidige situatie van vandaag eigenlijk in kaart gaan brengen. Heel veel mensen voelen zich vaak ambetant of voelen zich niet goed, maar ze weten vaak niet waarom ze zich niet goed voelen. En bijvoorbeeld verschillende behoeftes zijn, heb je nood aan aanraking, behoefte aan zachtheid, dat mensen geïnteresseerd zijn, dat je aandacht krijgt, dat je liefde hebt, dat je voeding nodig hebt, dat je onderdak krijgt, dat je vriendschap hebt, dat je slaap hebt, dat de mensen je knuffelen, dat mensen je begrijpen, dat je warmte hebt, dat mensen je goedkeuring geven, erkenning, groei. Allee, bon, heb je nog een stuk of 30? Hier staan ze eigenlijk allemaal op. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste oefeningen in Hans den Boek. Is eigenlijk met die oefening beginnen van, kijk, als je ergens een resultaat wilt gaan boeken in je leven, moet je eerst weten waar dat je nu staat. En dan kun je gaan werken naar de situatie dat je eigenlijk wilt gaan bekomen. En daarvoor is het enorm belangrijk om ergens je eigen behoeftes te gaan onderzoeken en om te weten waar dat moet dat werken. Bijvoorbeeld is dat, er zijn heel veel mensen die alcohol drinken. En ik geloof dat elke mens die drinkt, weinig of veel, is het omdat er ergens een behoefte is die niet wordt vervuld. En soms weten de mensen dat gewoon niet. Hè. Als ik dronk vroeger, dan had ik zoiets van, oh ja, maar dat is de max, alcohol, feesten, zuipen. Maar eigenlijk dronk ik vooral omdat er verschillende behoeftes in mijn leven niet vervuld werden. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat mensen niet altijd naar mij luisterden. Ik had bijvoorbeeld ideeën of zo en dan waren mensen vaak van, oh, dat is geen goed idee, of doe ik je normaal, of doe ik je dat. En ik had eigenlijk behoefte aan mensen die mij begrepen of aan mensen die naar mij luisterden. Daarom dat ik bijvoorbeeld nu al ongeveer 5 jaar lang regelmatig in therapie ga bij verschillende mensen. En
Dus dat is een belangrijke behoefte dat bij heel veel mensen niet wordt vervuld. We hebben soms ook wat nood aan steun. Als jij bijvoorbeeld een idee hebt of je wilt iets vertellen aan iemand of het is gedaan in je relatie, dan wil je daarover praten met iemand en dan wil je misschien dat die mens nu steun. Maar heel vaak als je praat over relatie dat bijvoorbeeld niet meer werkt of dat gedaan is, gaan mensen zeggen, maar moet tijd gaan, moet feesten, moet dat vergeten. Mensen geven je altijd raad in plaats van dat is naar je luisteren. Heel veel mensen die drinken hebben ook nood aan verbinding. Ze zoeken ergens die verbinding omdat ze zich misschien wat eenzaam voelen. We leven op in een zeer rationele maatschappij in plaats van een emotionele maatschappij. Alles wat met onze intuïtie, met ons hart te maken heeft, dat is zo, wow, dat willen we allemaal niet meer zien. Als mensen goesting hebben om te drinken, wat dat in mijn ogen zelf niet bestaat, goesting hebben om te drinken, dat is ergens uw lichaam dat letterlijk reageert tegen u van kijk, er is een behoefte in mij dat niet vervuld is en luister naar mij. Een belangrijke behoefte dat ik ook in mijn leven dat vaak niet vervuld was, was behoefte aan ruimte. Letterlijk fysische ruimte, maar ook emotionele ruimte is dat mensen mij ruimte appreciëren en respecteren. Dat is iets dat ook vaak niet gebeurde in mijn leven. Bijvoorbeeld mijn moeder die kwam in mijn kleerkast, in mijn ladekasten. Die las dingen, boeken van mij bijvoorbeeld. Of dagboeken dat ik schreef. En eigenlijk is dat niet oké. En eigenlijk merkte, er zijn heel veel verschillende behoeften. En je moet ermee bezig zijn. Hè. Als je echt in het terrein wilt komen met jezelf, moet je echt werken aan jezelf. Dus dat is eigenlijk superbelangrijk. Ook bijvoorbeeld wat dat heel veel mensen nood aan hebben, is een vorm van veiligheid in het leven. Mensen hebben niet altijd veiligheid. En ze zoeken dat ook in alcohol bijvoorbeeld. Want alcohol, als je veel drinkt, zit als het ware in een bubbel. En dat je een beetje afschermt van iedereen en alles. Dus dat is bijvoorbeeld ook iets waarom dat mensen drinken. Mensen drinken ook bijvoorbeeld omdat ze behoefte hebben aan rust. Hoeveel mensen hoorden niet van, oh ja, mijn mallenmolen is aan het draaien en als ik drink heb ik rust. En eigenlijk is het heel interessant, want de verwachtingen dat we in ons leven hebben, die eigenlijk niet vervuld zijn, hebben heel vaak te maken met verwachtingen die we eigenlijk hadden als kind naar onze ouders toe. Heel veel therapieën dat ik doe, dat heeft heel veel te maken met de ouders. Let op, hè, mijn ouders, ik zie die super graag. Ik ben hen dankbaar voor heel veel zaken, voor onderdak te bieden, voor mij soms geld te geven als ik jonger was en mij te geven wat ik nodig had op financieel vlak. Maar er zit ook een heel groot gemis bij heel veel ouder-kindrelaties. Kinderen krijgen niet altijd de ruimte dat ze nodig hebben. Of kinderen krijgen niet het vertrouwen dat ze nodig hebben. Of mogen geen fouten maken. En ruimte hebben om soms fouten te maken is soms ook iets wat mensen nodig hebben. En ja, al die zaken, als je er niet mee in het terrein zit, dan komt ergens in problemen. Want dan, als je verwachting hebt dat hier is en de realiteit is daar, zit hier ergens met een leegte. Die leegte hier. En het is die leegte dat wij proberen opvullen heel ons leven. Dus het is ergens de kunst om de realiteit en de verwachting op één lijn te krijgen, zodat het allemaal kan doorstromen. En voilà, dus dat is eigenlijk een super belangrijke basis van Hans in het boek. Je moet vandaag de dag weten op welk punt dat momenteel staat. En eens dat je dat weet, dan kun je richting gaan van oké, kan dat doen. Ook, ik zeg het altijd, als mensen mijn boeken lezen op zich, hij is uitgelezen op een uurtje tijd of zo. Maar als je al de oefeningen invult, als je je tijd daarvoor pakt, daar bewust mee bezig bent, dan zijn er echt soms dagen mee bezig. Dus ik kan er eigenlijk nog heel veel over vertellen. Ik kan elke behoefte een keer gaan uitleggen, maar dan pijs ik dat ik je nog zeker een uur ga vertellen. Dat is niet de bedoeling. Er zijn ook 6 basisbehoeften. Ik ben ooit naar seminars geweest van Anthony Robbins. Super interessant kerel. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb ook ergens mijn eigen waarheid ervan gemaakt. Maar wij als mensen hebben eigenlijk 6 basisbehoeften. En de eerste basisbehoefte dat we hebben is eigenlijk behoefte aan veiligheid. Dat is eigenlijk onszelf kunnen zijn, niet bang zijn, geen stress hebben, dat we gewoon kunnen zijn wie dat we zijn. Behoefte aan diversiteit. En dat is, soms moeten we andere dingen gaan doen in het leven. Als we altijd hetzelfde doen, wordt het een beetje saai. Dus het is de kunst om ook af en toe een keer iets anders te doen. We hebben ook als mensen behoefte om te groeien. We willen bijleren, zeker kinderen. Als we naar kinderen kijken, die zijn nieuwsgierig, die willen bijleren, die willen dingen weten over het leven. Naarmate dat wij ouder worden, is dat zo, oh ja, dat interesseert ons niet meer. Of net tegenovergestelde. Dus dat is ook een behoefte.
We hebben nog een behoefte om bijvoorbeeld belangrijk en waardevol te zijn. Mensen willen gezien worden, mensen willen misschien erkenning voor wat ze doen. En het op, je mag je geluk daar niet van laten afhangen, maar het is begrijpelijk dat we soms die behoefte hebben. Er is ook een behoefte aan liefde en verbondenheid. Wij als mensen, als wij ons niet verbonden voelen, voelen wij ons eenzaam, voelen wij ons niet goed. En dat is eigenlijk ook super belangrijk als kinderen bijvoorbeeld. Als kinderen bijvoorbeeld zeer, zeer jong zijn en ze krijgen niet de liefde dan ze verdienen, dan kunnen kinderen daar letterlijk van sterven. En soms zijn die angsten zo zwaar, zo pijnlijk, dat mensen daar echt kunnen van sterven. En dan bedoel ik vooral bijvoorbeeld in weeshuizen. Als de ouders weg zijn en de kinderen liggen daar, dan voelen ze zich niet verbonden. En ja, die doodsangsten komen ook soms doorheen ons leven terug. Mensen hebben ook een behoefte aan contributie. En wat bedoel ik met contributie? Is iets willen doen voor de wereld. Iets, gelijk dat ik bijvoorbeeld die boeken schrijf en lezingen geef, is dat voor mij ergens een contributie aan de wereld. Wat er ook super belangrijk is, is eigenlijk als je die oefening invult van al die behoeftes, dan gaan er sowieso dingen zijn dat je opvallen. Bijvoorbeeld cijfers geven van 0 tot 10, bijvoorbeeld 1 op 10 of bijvoorbeeld 2 op 10, en dan gaan ze iets zeggen, wow, dat wist ik niet in mijn leven, van oh, daar heb ik nooit over nagedacht. En op die manier kun je er verder aan werken. Het is een werkboek. Hier staat bijvoorbeeld ook op welke zaken vallen erop. Waar heb je bijvoorbeeld weinig punten? Kijk, waar score je het laagst? Waar verschiet je van? Zo van, oh, daar ben ik van verschoten. Wat had je bijvoorbeeld niet verwacht? En als je al die oefeningen gaat invullen, dan gaat het sowieso anders door het leven gaan. Je kunt zelf nog een stapje verder gaan. En we kunnen bijvoorbeeld een stapje verder gaan van, kijk, ja, van je 0 tot je 10 jaar, welke behoeften had je dan? Van je 10 tot je 20, welke behoeften had je dan? Van je 30 tot je 40. En zo kun je eigenlijk de periodes gaan bekijken in je leven. Daarjuist heb ik ook gezegd, heel veel mensen hebben eigenlijk onvervulde behoeften, onvervulde verwachtingen van hun ouders, waar dat er heel veel pijn mee heeft te maken. En het is ook altijd interessant om de relatie met je ouders in vraag te stellen. Heel veel mensen doen dat niet graag. Heel veel mensen horen hun vader of hun moeder zelf niet meer. Het kan ook zijn dat de ouders misschien gestorven zijn. Maar het is super, super belangrijk dat je die relatie ook gaat onderzoeken. En de eerste relatie die je kunt onderzoeken is bijvoorbeeld wat verwachten van je vader. En de volgende is wat verwachten van je moeder. Zeer kort voorbeeld. Heel veel mensen, bijvoorbeeld van een vader, verwachten ze dat ze hen steunen. Dat ze naar hen luisteren, dat ze hen man leren zijn of vrouw leren zijn. En wat verwachten van je vader? En als je dat niet hebt gekregen, dan gaan we dat soms onbewust gaan zoeken in iets anders. Bijvoorbeeld als je geen steun hebt gekregen van je vader voor bepaalde ideeën, dan kun je dan bijvoorbeeld steun gaan zoeken in alcohol en drinken of in eten en opvullen. Bijvoorbeeld van je moeder, hè? Wat verwacht van je moeder? Heeft zij voor u gezorgd? Heeft zij u getroost? Hè? Heel veel mensen die drinken, die zoeken ergens vanuit een troost. Als je moeder u bijvoorbeeld niet getroost heeft of zo, dan kun je dat zo gaan zoeken in alcohol. Dus, ik zeg het, mijn boek gaat niet over alcohol, maar ik vind altijd alcohol een zeer makkelijk middel om dingen aan te tonen. Wat was een beetje mijn conclusie? Mijn conclusie was vooral, is als je je behoeften niet vervuld hebt in het leven, dus als die kinderlijke behoeften daar nog altijd aanwezig zijn en jezelf niet hebt kunnen geven wat je nodig hebt, dan ga je veel pijn blijven hebben in dit leven en ga je blijven vluchten en interessant, ga je blijven zoeken in een buitenwereld. Ah ja, maar dat gaat mij helpen. Ah, dat gaat mij helpen. Elke zin die begint met als dat, dan dat is een illusie. Dus de behoeften dat wij hebben als mensen moeten vervuld worden en je bent daarmee bezig. Als je die in een boek echt goed wilt doen, ben je daar een maand mee bezig. Kun je hem ook altijd hernieuw doen. Ik heb ook die oefening voor mijzelf gemaakt. Trouwens, via therapieën dat ik gevolgd heb, ben ik daar zelf ook allemaal tot die conclusies gekomen. En wat gebeurt er vaak als wij onze behoeften niet gaan erkennen? Gaan wij die behoeftes gaan onderdrukken? En wat gebeurt er als je dat onderdrukt? Dan leeft dat ergens verder. Als je niet in het reinen komt met jezelf, kun je bijvoorbeeld ziek worden. Hè? Kun je bijvoorbeeld elke ziekte is ergens een disbalans in het lichaam. Dus eigenlijk moeten we de oorzaak gaan zoeken in plaats van
de symptoombestrijding dat we momenteel in de wereld doen. Allee, vooral in de westerse wereld. In de oosterse filosofie gaan wij naar de dokter om gezond te blijven. In de westerse filosofie gaan we naar een dokter als we ziek zijn. Dus onderdrukking van uw behoeften. En kijk een keer naar welke behoeften dat jij onderdrukt bijvoorbeeld. Ik ben nu een jaar samen. Morgen 8 augustus 2018 ken ik mijn vriendin een jaar. En soms in een relatie cijfert u zelf een beetje weg. Doe er soms wat water bij de thee. En het is eigenlijk belangrijk om je eigen behoeften, dat je hebt, om die echt te gaan invullen, om die te erkennen. Als je dat niet doet, onderdrukt je dat. En kun je als het ware in een vorm van depressie terecht geraken. Dat het niet meer ziet zitten en weet niet hoe dat het moet doen. En elke behoefte dat door u wordt onderdrukt, gaat zich op een of andere manier toch gaan manifesteren. Dus het is superbelangrijk dat je echt gaat gaan voelen en kijken van, oké, hoe moet ik dat anders doen? En ik zei dat, als we dat niet doen, dan kunnen we depressief worden. En de meeste mensen zien depressie als iets negatiefs, van, oh nee, ik voel mij depressief, ik voel mij slecht. Maar depressie is eigenlijk iets heel interessants. Dat is eigenlijk, als je depressief bent, ben je al meer in contact met jezelf, ben je al meer in contact met je lichaam, meer in contact met je behoeften. Maar je moet gewoon weten dan, op welke manier dat er moet uitgaan, naar welke behoeften dat je moet gaan vervullen. En de meeste mensen zien depressie als iets negatiefs. Hè. Soms komen mensen bij mij, ze stoppen met drinken. We vertellen over de realiteit, hoe dat die echt is. Soms confronterend. Mensen willen dat niet zien. Mensen willen dat wegdrukken. Mensen willen dat wegzuipen, maar dat gaat niet. En als mensen wat depressief worden, dan voelen ze zich negatief en slecht. Maar eigenlijk is dat een kans om op een andere manier naar jezelf te kijken. Is van, oké, als je in die depressie zit, is van, maar wat voel ik? Wat doet dat hier allemaal met mij? En ik denk dat we momenteel heel veel aan symptoombestrijding doen. Ik ben depressief en we pakken pilletjes. En ik zeg niet dat dat niet mag. Ik zeg niet dat dat goed is. Ik zeg niet dat dat slecht is. Ik zeg dat dat een manier is om dat te doen. Terwijl dat ik en buiten alcohol mezelf nooit gemedicamentiseerd of zo. En ik vlucht niet meer in alcohol of in roken of in drinken of in vrouwen of in weet ik wat. En ik kan het leven ook nuchter volledig aan. Dus als die behoeften worden ingevuld, dan gaat dat heel veel veranderen in je leven. Ook bijvoorbeeld, wij als mensen, wij gebruiken letterlijk uitdrukking dat met ons lichaam te maken hebben. Van, ik heb bijvoorbeeld een krop in de keel. Als je voelt dat je een krop hebt in de keel, of als je bijvoorbeeld, dat hebt, dan is dat waarschijnlijk teken dat je moet leren spreken. Het behoefte aan gehoord te worden. Als je bijvoorbeeld geen stem niet meer hebt, is dat misschien omdat je te veel gehoord bent geweest, weet ik wat. En ons lichaam is eigenlijk super interessant en wij kijken ernaar als zo, ons lichaam, we steken dat vol met bucht en slecht eten en drinken en weet ik dan wel. Terwijl dat eigenlijk ons lichaam gewoon een tempel is dat super wijs is. De wijsheid van ons lichaam is gigantisch, fenomenaal. Maar wij luisteren niet naar ons lichaam. Als wij dingen voelen, dan onderdrukken wij dat, verdoven wij dat, jammer genoeg. Dus mijn raad of mijn tip is altijd, of dat je nu een probleem hebt met drinken of met eten is, of maakt niet uit, maar luister naar jezelf. Wat is er voor u belangrijk? Hè? Wat is er voor u belangrijk in het leven? En geef jezelf ook wat je nodig hebt. Ik zei dat ook vaak, alcohol dat kan werken als een vergrootglas wat dan nog niet duidelijk is. Als jij zoiets zegt van, die gast, die Micha altijd bezig met zijn behoeften en die alcohol, ik drink gewoon omdat ik dat plezant vind. Sowieso in je leven zijn er al momenten geweest dat je gedronken hebt, dan er andere emoties naar boven zijn gekomen. Dat je bijvoorbeeld zoiets had van, ik voel mij verdrietig, of dat je kwaad werd op mensen, of dat je verdrietig, of dat je stout werd, of dat je emotioneel werd. En alcohol, dat brengt eigenlijk de diep onderdrukte emoties ook vaak naar boven. Natuurlijk, mensen hebben zoiets van, alcohol is dan toch goed, hè? Van mij, alles is oké. Maar alcohol heeft bij mij dezelfde emoties heel veel naar boven gebracht. En op een bepaald moment was je van, oké, nu weet ik wel wat dat emoties zijn. En het was aan mij dan de kans of de keuze om eraan te werken, wel of niet. Dus alcohol kan werken als vergrootglas. Dus probeer er ook over na te denken, welke emoties komen er bij u naar boven als je alcohol drinkt. Of als je andere drugs neemt of whatever. Ik heb heel lang uitgekeken altijd om die roest te hebben, maar die roest, dat is eigenlijk een tijdelijke verdoving. Wat dat er ook ergens, ik ga dat hier even doen, ik heb dat er eerst getoond, dat is elke leegte komt eigenlijk voort dus als de verwachting daar is en de realiteit niet matcht.
Dus het is eigenlijk belangrijk om te gaan zoeken van, kijk, hoe kan ik die leegte op een gezonde manier gaan invullen? Bijvoorbeeld een behoefte dat mensen hebben is om bijvoorbeeld aangeraakt te worden. En wat ik bijvoorbeeld ben gaan doen sinds 3 jaar, laat ik me 1 keer in de week masseren of 1 keer om de 2 weken en ik geniet ervan. En het is ook zo'n schone quote, ik heb dat er ook ergens bij gezet, en dat is ook zo, let go, let God. En wat bedoelen we daarmee? Dat is eigenlijk van, geef die ook ergens over aan het leven. De meeste mensen willen altijd wegvluchten van zichzelf, maar de dingen die op je pad komen, die zijn er om er iets van te leren. Dus probeer er ook echt iets van te leren. Oké, wat hebben die liefde, wat heeft dat, die behoeftes te maken met liefdesrelaties? En ja, het is een lang stuk, hè? Ik had het gezegd. Hè? En wat hebben die liefdesrelaties te maken met die behoeftes? En eigenlijk draait in mijn perceptie draait er heel veel om zelfrespect. Dus van, waar vind jij dat jij recht op hebt? Hè? Mijn boek noemt Ik wil een brood. Waarom? Omdat heel veel mensen content zijn met een kruimel liefde. Je bent met iemand samen die je like shit behandelt. En je hebt toch zoiets van, ah ja, ik ga er toch bij blijven. Waarom? Ik heb heel veel mensen, partners van alcoholisten, die sturen naar mij, ja, hoe kan ik hem helpen, hoe kan ik hem helpen? Je moet hem niet helpen, je moet jezelf helpen. Soms krijg ik moeders die mij bellen, ah, mijn zoon drinkt te veel, mijn zoon, hij moet misschien in therapie. Oké, dat kan dat hij in therapie moet, maar ik zeg altijd aan de moeder, ik zeg mevrouw, je moet zelf ook in therapie. Wij als mensen zijn zo geneigd om altijd naar de andere persoon te kijken, terwijl als uw zoon of dochter te veel drinkt, dan brengt dat bij u veel angsten naar boven. En als jij in het reine kunt komen met je angsten, dan gaat er automatisch iets shiften. En dat is ook mensen, door dat naar tv te kijken waarschijnlijk, wij denken altijd dat een ander ons probleem gaat oplossen, of dat een ander ervoor gaat zorgen dat het in orde komt. Nee. Ik zei dat elke mens die samenleeft met iemand die een probleem heeft, die heeft zelf eigenlijk ook een probleem. En het is natuurlijk veel moeilijker om te zien van jezelf. Het is veel subtieler omdat hij zoiets zegt, ja, maar ik ben toch de goeie, want ik drink niet en hij drinkt wel. Maar je hebt dezelfde angst, en dat is bijvoorbeeld angst om de controle over de persoon te verliezen. Dat is wat mensen ook hebben als alcohol drinken, angst om bijvoorbeeld de controle te verliezen. Dus voor mij, heel veel van die boek heeft te maken met zelfrespect. Dus wat vind jij dat hij verdient? En als ik zo bijvoorbeeld verliefd was, wat dat eigenlijk gewoon een energie is, dat nog niet geland is, nog niet geaard is, als je dat begrijpt. Dan, als ik verliefd was, kon ik geen weg met mijn eigen. Dat was zo, oh ja, ik ga alles doen voor die andere persoon. Mijn eigen behoeften, dus kunnen allemaal de boom in. En ik ga alles doen om die ander gelukkig te maken. Dat gaat niet. Trouwen, of trouw zijn, dat is niet trouw zijn aan een andere persoon. Oké, dat is wel eerst trouw zijn aan een andere persoon. Maar dat is vooral trouw zijn aan jezelf. Aan wie zijt jij als mens? Wat vind jij dat jij verdient? En dat is ook een superbelangrijke. Ook, door voor jezelf te kiezen, kies je eigenlijk ook automatisch voor een ander. En soms zijn mensen, ja, maar ik wil een ander niet kwetsen. Ik snap dat je een ander niet wilt kwetsen, ik begrijp dat. Maar als je een ander niet kwetst, bijvoorbeeld door iets te zijn, dan kwetst je vooral jezelf. En dat is ook een keuze en een overweging dat je moet maken. Van kijk, kies je voor jezelf, hè, of kies je voor een ander. Automatisch, als jij voor je eigen behoefte gaat kiezen en zeggen van dat is belangrijk voor mij, dat is belangrijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Ga jij automatisch iemand aantrekken in je leven die waarschijnlijk je brood zal zijn. Want als zij je respecteert in al je waarden en normen, kun je jezelf blijven, kun je jezelf zijn. En dan, ja, ga je ook iemand aantrekken die je daarin respecteert. Dus als je de ideale relatie wilt manifesteren, moet je eigenlijk vooral ook bezighouden met jezelf. En wat ik ook vaak had, is inderdaad vroeger dat ik bijvoorbeeld iemand tegenkwam, een vrouw, en dan dacht ik van, ja, zij gaat mij helpen uit mijn lijden verlossen. Dat marcheert zo niet. Je moet jezelf helpen. Je moet altijd jezelf helpen. En in mijn boek staan er ook altijd veel oefeningen. Bijvoorbeeld, wat betekent liefde voor u? Wat betekent trouw zijn voor jezelf? En ik heb er nog zo'n quote in gezet. Ik heb echt veel quotes in mijn boek gebruikt. Gewoon allemaal quotes dat ik ooit heb opgeslaan. En dat is, uw beste vriend is uzelf. En trouw zijn aan uzelf is uw eigen behoeften gaan respecteren, waarderen. En ja, dat is superbelangrijk. Oké, het is al een vrij lang hoofdstuk geweest. Ik ga nog... ja, wat ik eigenlijk ook zo wat lastig mee had, is dat ik eigenlijk een coach was en ik kon het allemaal goed uitleggen. Maar zo op liefdesvlak was dat altijd moeilijk voor mij. En dat was eigenlijk gewoon omdat bij mij ook daar echt wel een superdiepe angst zat van... Ja, als ik trouw blijf aan mijn eigen, als ik voor mijn eigen behoefte opkom, gaat die andere persoon mij nog altijd plezant vinden. En dat is eigenlijk waar ik ergens een shift in heb gemaakt. Van kijk,
ik doe wat ik wil. Allee, let op, hè, ook soms rekening houden. Maar als die andere persoon dat niet respecteert of niet graag heeft, zal dat waarschijnlijk niet de persoon zijn dat ik mee moet zijn. En in plaats van na één date met iemand te beginnen of zo, is het interessant om iemand te leren kennen. Je moet elkaar leren kennen van, oké, wie zeide hij? Kunnen hij mij geven wat ik nodig heb? Kan ik u geven wat dat jij nodig hebt? En kunnen we elkaar geven wat we nodig hebben en ook samen gelukkig zijn? Als dat niet zo is, ja, dan is dat ook niet ideaal. Dus mijn les eigenlijk aan met die behoeften en al, was echt om trouw te zijn aan mijzelf. En ik ga je zeggen, dat proces, ja, dat een proces geweest is van 30 jaar. Sinds dat ik geboren ben tot en met mijn 31 jaar heb ik mezelf veel weggecijferd voor andere mensen. Veel dingen gedaan dat ik niet altijd echt wou doen. En sinds een jaar en een half, twee, drie jaar ongeveer, ben ik echt wel bezig om voor mezelf te kiezen. En om trouw te zijn aan mezelf, ook in een relatie. Ik zie mijn vriendin super graag en al. En we hebben soms ook wel wat discussietjes, maar we moeten elkaar leren kennen. En het is ook omdat we zijn twee verschillende mensen. Allee, heel veel mensen zoeken het geluk in een liefdesrelatie. Maar een liefdesrelatie, dat is eigenlijk de meest spirituele les dat je kunt hebben in je leven. En je kunt mediteren, hè. Je kunt op een berg gaan zitten op je alleen, handsjaar mediteren. Ik denk persoonlijk dat dat misschien wel makkelijker is dan effectief in een relatie leven, waarbij dat je elkaar moet leren kennen. Oké, dus mijn belangrijkste les, ik ga daarmee afsluiten, was dus echt trouw zijn aan mezelf. Denk er een keer voor jezelf ook over na. Zijn jij trouw aan jezelf, ja of nee? En als je het zei, zo weet je beter. En in het volgende hoofdstuk ga ik daar eigenlijk nog dieper op ingaan. Ook hoe dat ik niet meer bang ben om voor mezelf te durven kiezen. Hoe dat ik dat allemaal gedaan heb, hoe dat ik dat proces heb ervaren. En voilà, kijk, dat was vandaag een stukje. Ik denk dat het ook een half uur was. Maar mensen die gekeken hebben, super zalig dat je gekeken hebt. Mensen die niet gekeken hebben, kunnen nog op YouTube zien. En ik zou zeggen aan iedereen, geniet van uw dag. Het boek is beschikbaar op mijn website. Maar ik ben aan het samenwerken met bakkerijen. Dus ik heb al mails gestuurd naar bakkerijen. Ik heb al hier en daar al afspraken. Er zijn al een paar mensen die de boeken in de bakkerij gaan leggen. Je kunt mij ook altijd helpen door daar over te babbelen met een bakker van... Hey, bakker Jan of bakker Frank. Of zie jij dat zitten om die boek ook in je winkel te leggen. En zo wordt het verdere woord verspreid. En weet je wat, het gaat over de liefde, het gaat over het leven. Het is eigenlijk een boek dat heel veel mensen zouden iets kunnen aan hebben. Als je mij daarin kunt helpen of mij in contact kunt brengen met in een bakker of zo, zou dat fantastisch zijn. Voilà, dat wil ik aan jullie vandaag alles zeggen. En geniet van het mooie weer nog. En tot later. Bye bye.